Nu gaat hij regelmatig aan de wandel, want hier in dit deel is geen kroos. En Gint erachteraan ligt nog wel wat kroos. Ze hebben momenteel het nest even verlaten, maar op deze plek in Leiden-Noord verzorgde wijkbewoner Bram Pater de afgelopen weken een broedend zwanenvrouwtje en haar kleintjes. Dankzij de zorg van Pater overleefde het zwanengezin nadat het mannetje gewond raakte. Ik loop hier elke dag zo'n beetje langs en ik zie daar dat nest. Hey, dat is ook aardig. En op een gegeven moment kwam er eentje van, joh, hij loopt zo mank dat mannetje. Ik zei, oh, wacht even, dat is niet goed. Toen hebben we de ambulance gebeld. Nou, die hebben hem opgehaald. Toen is hij naar Leiden-Dorp gegaan. Nou ja, toen ben ik daar wezen kijken en inderdaad, een gebroken poot. Maar wat gebeurde er? Ja, dan heb je een probleem. Dat mannetje is niet meer hier zo. Dus wat heb ik gedaan? Regelmatig hier zo wat takjes afgeknipt allemaal. Wat gras bij elkaar verzameld, zodat ze niet het nest af hoeft. Want ze had 7 eieren. Dus meer dan normaal, want het is meestal tussen 2 en 6 eieren. Maar ze hadden 7. En toen op een gegeven moment kwamen toch die eitjes uit. Maar het was een probleem. Want dat mannetje was er dus niet. Ja, hoe ga je dat nou oplossen? Nou ja, gewoon met z'n allen goed in de gaten houden dat er niemand bij komt. Maar ook zorgen dat er niemand, gaat voeren. Want er werd ook brood gevoerd. Ja, en dat kunnen ze absoluut niet hebben. Zeker niet met die lange nekken en zo. Want grote brokken, hele sneeën brood, ja, dat kan gewoon niet. Want ze hebben geen mes en vork om dat klein te snijden. En, ik heb dat bordje daar gemaakt. In ieder geval de zwanen niet voeren. Nou, we hebben even uitgezocht en te horen gekregen wat ze dan wel mogen. Nou, dat was dus dat voer. Ze mogen ook groenten, maar dan heel fijn gesneden. Nou, oké, dat is ook geen punt. Die kwam met andijvie, die kwam met spinazie en weet ik veel. Een blikje met dopetjes allemaal. Nou, dat ging gewoon op, s'avonds allemaal. Dus daar hadden we in ieder geval goed aan gedaan. Ja, regelmatig eens informeren. Hoe is het dan met dat mannetje? Want iedereen was nieuwsgierig natuurlijk. Want iedereen kwam hier kijken. Af en toe stond het gewoon te druk hier zo, dat ik ze ook wegstuurde. En het gaat goed, maar het zou toch wel 2,5 week duren. Inmiddels nog 1,5 week, hoop ik, dat hij dan weer terugkomt. En dan maar kijken hoe dat gaat.